Iedereen die bij de intocht wil zijn, moet door een toegangspoort. Het is iets dat nooit eerder gebeurde bij de aankomst van de Sint. Maar ook nooit eerder waren er zoveel zorgen om de intocht. Want met de komst van de demonstranten zou het wel eens kunnen uitlopen op ruzie. Liever geen demonstrant hier. Want ja, ik heb liever geen vechtpartij waar mijn kinderen bij zijn. Het is wel apart, want dan word je helemaal gecontroleerd of je geen wapens bij je hebt en zo. En dat is toch best gek. Nou, ik vind het op zich wel goed dat ze het doen. Ik denk dat het wel goed gaat. Met al zoveel beveiliging kan niet fout gaan. Eenmaal binnen kan het feest beginnen, vooral voor de kleintjes. Zij hebben er vaak weken naar uitgekeken. Maar ook de oudere kinderen hebben er zin in. Wij zijn hier voor de Pieten en gewoon voor Sinterklaas, omdat hij dit jaar officieel in Maassluis is. Ik wil natuurlijk Sinterklaas zien en mijn zusje gaat hier dansen. Mijn broertje vindt het heel leuk om naar Sinterklaas te gaan. En ik zelf ook. En we gaan elk jaar wel naar Sinterklaas. Hoe gek het misschien ook klinkt, de politie is al weken bezig met de aankomst van de Sint. Agenten zijn er voor de veiligheid ieder jaar bij. Maar dit jaar zijn het er extra veel. Sommige agenten zijn vermomd als Piet, om zo onopvallend alles in de gaten te kunnen houden. Het lijkt net of ze de hele tijd iedereen gaan arresteren. Valt me niet echt meer op. Ze staan er, maar je hebt er geen last van. Ik voel me eigenlijk best wel veilig hier. Ik weet dat ze hier rondlopen en dan weet je toch dat je veilig bent. Mij maakt niet uit, maar ik ga gewoon genieten. Maar alle pakjes moeten toch van boord? Tegenstanders vinden het uiterlijk van Zwarte Piet discriminerend. Het doet ze denken aan de tijd van de slavernij. Voorstanders zeggen dat hij bij de traditie hoort en gewoon zwart moet blijven. Sinterklaas en Zwarte Piet, horen we Nederland! Dat protest was in Maassluis, in een speciaal vak langs de route. De tegenstanders mochten in een ander vak, maar omdat ze dat niet wilden, werden ze tegengehouden. Zo ontstond er dus ook geen ruzie tussen beide groepen. De tegenstanders gingen daarna naar Rotterdam. In Rotterdam werden wel 200 tegenstanders opgepakt, omdat ze geen toestemming hadden om daar te protesteren. Ik vind dat je wel het hele jaar mag demonstreren waar je wil, maar waarom precies nu ook nog, als die kinderen erbij zijn, wat willen ze dat we nu gaan veranderen? Best wel jammer, want het is gewoon een gezellig kinderfeest. Sinterklaas hoort gewoon een normaal feest te zijn voor kinderen. In Maassluis en op tv krijgen voor- en tegenstanders allebei een beetje hun zin. Want bij de intocht zijn Zwarte, Roetveeg en Regenboogpieten.